Je ziet hoeveel waarde de EU-landen en de Europese Commissie aan mensenrechten hechten als het gaat om vluchtelingen en migranten die proberen een veilig heenkomen in Europa te vinden. Want het enige doel van de EU op dit moment is om te voorkomen dat deze mensen een voet op het grondgebied van Europa kunnen zetten. Het gekke van het Europese beleid is dat we gezamenlijke grenzen hebben en dat we ook regels hebben waar we ons allemaal aan moeten houden, die we zelf hebben opgesteld. Maar wat we niet goed hebben geregeld is hoe de asielzoekers en de verantwoordelijkheid daarvoor nou verdeeld moet worden over de Europese lidstaten. De regel is nog steeds van het land van eerste binnenkomst is en blijft verantwoordelijk voor een asielzoeker. En dat betekent vanzelf dat de buitengrenslanden een veel grotere verantwoordelijkheid hebben dan anderen. We zien dus al jaren systematisch pushbacks aan de buitengrenzen. Wat betekent dat mensen gewoon zelfs met geweld worden teruggeduwd, zodat ze niet op het grondgebied komen en een asielverzoek kunnen indienen. Je ziet het eigenlijk op dit moment bij alle landen aan de buitengrenzen van Europa dat dit de praktijk is geworden. Ja, en het is heel tekenend, vind ik, dat de andere landen gewoon totaal stil blijven bij al deze grove mensenrechten schendingen aan de buitengrenzen. Ze kijken weg en impliciet keuren ze het eigenlijk gewoon goed. De Europese Unie wil dus steeds meer de verantwoordelijkheid voor opvang en bescherming van vluchtelingen buiten Europa leggen. En dat doet ze door enorme bedragen te betalen aan autocratische en corrupte leiders. En daarmee schuift het niet alleen de verantwoordelijkheid af op deze landen. Het betaalt dus ook actief misdadige regimes, waardoor de Europese Unie ook medeplichtig wordt aan de mensenrechten schendingen daar. Kijk weer naar de Libische kustwacht, die zelf actief is met smokkelen, met mensenhandel, met migranten verhandelen en mishandelen. En de EU zorgt ervoor dat die Libische kustwacht geld heeft om dat te kunnen doen. Ja, daarmee zijn wij mede verantwoordelijk voor dat soort grove schendingen. En deze deal met Tunesië is ook meteen weer een problematische. Een paar jaar geleden is president Saïd aan de macht gekomen. Die heeft eigenlijk in no time Tunesië omgevormd tot een dictatuur. Begin 2023 zette president Saïd de Tunesische bevolking op tegen migranten via racistische complottheorieën. Dat heeft geleid tot een golf van geweld in het land tegen vluchtelingen en migranten, die vervolgens wanhopig probeerden het land zo snel mogelijk te ontvluchten. Met steeds gevaarlijker bootjes en ook met steeds meer dodelijke slachtoffers tot gevolg. Ik ben daar vooral naartoe gegaan om ook met eigen ogen te zien hoe vluchtelingen nu leven. Of ze nog steeds op straat leven en ja, waar ze terecht kunnen, wie hen helpt feitelijk. Dus ja, dat heeft er ook toe geleid dat ik vooral met asielzoekers, met vluchtelingen en migranten heb gepraat, met organisaties die hen bijstaan, om zo te onderzoeken wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Ja, wat mij het meeste raakte was de situatie van vluchtelingen. Mensen zijn al vaak na een lange reis uiteindelijk beland in Tunesië, waar ze bescherming hoopten te vinden. Ze hebben praktisch niemand die zich om hen bekommert. Zij hebben geen geld om te reizen, dus ze zitten daar maar. Ze zitten volkomen in het nauw gedreven daar vast. We zijn nu in Tunis 7 jaar. في الشارع كلها معاناة هزونا المبيت مدة شهرين لما نزل قرار الرئيس أن الأجانب اللي هنا لاجئين وزي كده تم طردنا للشارع وإحنا معتصمين ولا نحصل أي حقوق أو أي شيء
ولا عندنا مكان نروح له أو نلجأ لأي مكان. ما فيش بلادنا حرب وفيها مجاعة وجوزي مهدد بالقتل كمان في البلد. Ik was daar ook bij de havenplek waar de vissers uitvaren. En zij vertelde me ook dat ze echt vaak lijken zien in de zee. Mensen die verdronken zijn. En in het begin schrokken ze daar heel erg van. En ze vertelde nu van, ja, ze beginnen er al bijna aan gewend te raken. Terwijl het echt op wekelijkse basis gebeurt. Ja, achter ieder lichaam dat ze vinden, daar gaat een heel leven schuil van mensen die hoop hadden en die lief hadden en die uit wanhoop deze stap hebben gezet. De deal met de autocratische president Saïd is een fiasco. De EU wist al dat Tunesië de mensenrechten schendt en na de deal is dat alleen maar erger geworden. Het geweld is toegenomen tegen vluchtelingen en migranten. Mensen worden ook zelfs in de woestijn gedumpt, inclusief zwangere vrouwen en kleine kinderen. En dat leidt tot heel veel dodelijke slachtoffers. Dergelijke migratiedeals schenden niet alleen de mensenrechten. Ze houden ook geen migranten en vluchtelingen tegen, ondanks de fabeltjes van rechtse politici. Je kon het heel goed zien direct na het sluiten van de deal met Saïd. Kwamen er in één maand tijd 20.000 mensen op Lampedusa aan die de geweldsuitbarstingen in Tunesië ontvluchten. Dus een migratiedeal als deze is ineffectief en het leidt tot meer dodelijke slachtoffers. De Tunesische president weet heel goed dat de EU per se een migratiedeal wil sluiten. En dat gebruikt hij ook. Sinds de zomer heeft hij 2 officiële EU-delegaties de toegang geweigerd tot Tunesië. En onlangs heeft hij zelfs ook geld teruggestort dat de Unie had overgemaakt met het argument dat het veel te weinig was. Maar met deze migratiedeal heeft de EU zich volkomen overgeleverd aan de grillen van deze dictator. Die door deze deal eigenlijk alleen maar een steviger machtspositie heeft gekregen binnen Tunesië en daarbuiten. Als we de precaire situatie van vluchtelingen wereldwijd willen verbeteren, dan zullen we dat gezamenlijk moeten doen op wereldniveau. En dat zou ook betekenen, anders dan nu, dat de Europese Unie veel meer een eerlijk aandeel moet gaan nemen in de opvang van die vluchtelingen. Bijvoorbeeld door juist de meest kwetsbare vluchtelingen een veilige en legale route naar Europa te bieden en ze hier fatsoenlijk op te vangen en te beschermen. Op dit moment wordt 85% van de vluchtelingen opgevangen in arme, fragiele buurlanden van de conflictregio's. En dat moet eerlijker. En natuurlijk kunnen we als Europese Unie niet alle vluchtelingen opvangen. Dat is niet realistisch en dat hoeft ook niet. Maar wat de Europese Unie wel zou moeten doen, is naast het vergroten van het eigen aandeel in de opvang van die vluchtelingen, betere migratiesamenwerkingen aangaan met die opvanglanden. Bijvoorbeeld door ze veel forser financieel te ondersteunen, zodat zij de situatie van vluchtelingen kunnen verbeteren. Door het optuigen van een asielsysteem, maar ook het geven van onderwijs, toegang tot de arbeidsmarkt. Echt mensen een toekomst bieden in dat nieuwe land van opvang. En die financiering moeten we natuurlijk onder hele duidelijke voorwaarden geven, waarbij een goede behandeling en mensenrechtenbescherming voorop staan. Op deze manier zou de Europese Unie weer echt betekenis kunnen gaan geven aan het vluchtelingenverdrag.